In Brussel is men gekomen tot een nieuw beleid voor de toekomst van de landbouw, de zogenaamde farm-to-fork-strategie. Men wil naar forse vermindering van de emissies en een vermindering van de nutriënteninput. Biostimulanten kunnen een rol spelen in vermindering van die nutriënteninput en vooral ook in de vermindering van de emissies. Het is eigenlijk om de waterinput te verminderen. 20% minder water willen we gebruiken en 10% minder bemesting, dus stikstofgebruik bijvoorbeeld. Die biostimulanten die hebben een impact op het functioneren van de plant, op de natuurlijke processen. Naast het betere efficiëntie van wateropname, een betere efficiëntie van bemesting, hebben ze eigenlijk ook als doel om de plant te beschermen tegen stressoren. En dus dat kan droogtestress zijn, maar ook bijvoorbeeld vorststress. Eigenlijk gaan ze ervoor zorgen dat die plant ook beter groeit. We praten eigenlijk met de plant door daar sensoren op te zetten. Die geven signalen en het is onze taak eigenlijk als onderzoeker, als bio-ingenieur, om die sensorsignalen te vertalen naar het verhaal dat de plant vertelt. Wereldwijd is de markt van biostimulanten 1 miljard. En 1/3 van de grondstoffen die in biostimulant wordt gebruikt, is al zeewier in de huidige markt. En hoe mooi zou het nou zijn als je hier voor de kust, gewoon in de Noordzee en de Europese wateren, zeewier kan cultiveren en dat hier lokaal kan gebruiken. Dus eigenlijk zeeboeren die de boeren op land verder vooruit helpen. Het is zo dat we diverse variëteiten op onze kwekerij hebben en die reageren allemaal anders op de biostimulanten. Maar we zagen wel dat alle planten reageren. De een wat later dan de andere. En dat stemde me positief om erin verder te doen. Het is de basis geworden. We werken praktisch alleen nog met biostimulanten. Bemesting is op een zeer laag pitje. Eerder een onderhoudsbemesting dan een noodzaak. En we hebben een volledig programma om jaar rond eigenlijk de plant te gaan stimuleren. Nous les testons par exemple sur les choux-fleurs et aussi sur les tomates. Le chou-fleur se doit d'être aussi beau et aussi gros qu'un chou-fleur normal, ou du moins un chou-fleur qui serait conduit de manière classique ici aujourd'hui, parce que justement pour les producteurs cet aspect commercialisation est très important. Donc le chou-fleur se doit voilà, d'être assez gros, d'avoir un bel aspect, de ne pas être jaune et d'être blanc. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est directement lié à la volonté de l'achat du consommateur au supermarché. Zagen dat eigenlijk ook in de controle, dat er eigenlijk te veel water gegeven werd op het gevoel of de kennis van de teler. En dat is eigenlijk nu iets dat we dit jaar ook aan het onderzoeken zijn. Kunnen we die waterinput ook naar beneden krijgen en de stikstofefficiëntie naar boven krijgen? In combinatie dan al dan niet met die biostimulanten. Voor mensen die nieuwe zaken op de markt willen brengen, is dat een zeer zware klus. De administratie die vaak een kluwen is van wetgeving waar dat er weinig logica in zit. Die regelgeving hebben we nodig omdat telers echt moeten weten dat die producten werken. En dat is ook gewenst vanuit de sector. Die hebben zelfs gevraagd om dit soort regels juist te gaan hebben. Om die kwaliteit ook echt te borgen. En daarnaast hebben we natuurlijk maatschappelijke opgaven. Op het gebied van emissies, op het gebied van bodemkwaliteit. En we willen ook dat testen, dat die producten niet een nieuw probleem introduceren. En wij zijn nu eigenlijk binnen Bio4Save een databank aan het opstellen voor verschillende gewassen, verschillende biostimulanten, welke effecten dat ze hebben, zodanig dat dat ook toegankelijk wordt voor de teler zelf. Daarnaast kan hij eigenlijk ook die sensoren gaan inzetten om informatie te krijgen over hoe doet zijn plant het nu. Ik zou zeggen, begin gewoon. Je kan morgen beginnen. We kunnen je aan mensen koppelen. Er is online een database waarin je kan zoeken. En je kan alleen maar leren als je het doet. Dus vraag om je heen. Vraag aan iemand die het al heeft gedaan. En ga aan de slag. Of vraag het ons.